zitten regelmaat. Het is hoe je de stapjes maakt. En net als met autorijden gaat dat pas goed als het zonder nadenken gaat. Zo lijkt leren soms ook op afleren. Het doen zelfbewust te zijn, net zoals een gewoonte inslijt. Iedereen ziet de maar niet de jammer zelf inslijt. En dat maakt anderen angstig gevangen te worden in een gewoonte. Want vaak juist het hokje waarmee de ander je dan weer africhten kan. Maar elk proces heeft een regelmaat. Dat is vaak waar de baken staan. En er als kwartetten gaat dat pas goed als je die ook nog eens blijkt wegzetten. Zo lijkt leren soms experimenteren, het onbewuste bewuster te leren. En zo het beeld met nog meer pixels of juist verzinsels op te pimpen. Elk proces heeft zijn eigen weerstand, advocaat van de duivel in je eigen weerstand, die er meer of minder op is gebrand. Externe concurrentie op te branden. Elk proces is een regelmaat. Het is de stapjes maakt en hoe lang je het volhoudt. Het volhouden waard, dat is hoe oefening het kunstje in zijn bek staart. En dat is waar de crux